En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Na de onthullingen van het programma Boos over The Voice of Holland is de discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag losgebarsten. Ook op de Hatersche Markt is het nog steeds het gesprek van de dag. Ik vind het heel triest. Wij hebben het zelf ook meegemaakt in de familie. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon triest wat er gebeurt, hoe en wat. Maar ja, je weet, de overheid, de politiek, komen dan met regels, zeg ik altijd, maar... Wat zijn de regels tegenwoordig? Ja, in alle vormen natuurlijk onacceptabel. Als je inderdaad ook in het nieuws ziet, je hoort het sowieso al vaker, maar het komt nu de afgelopen tijd veel onder aandacht dat het heel veel mensen treft. Vrouwen, nou, tweede dan bijvoorbeeld. Misschien is het zelf nog wel hoger, omdat dus mensen het niet durven aan te geven. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om in één keer een beleid te maken hoe je dit oplost. Want ja, anders dan was het waarschijnlijk ook al wel geweest. Nou ja, ik vind gewoon dat dat gewoon niet kan. Je moet gewoon mensen allemaal grenzen accepteren. Van de vrouwen. En wat we ermee moeten. Ja, ik denk dat we gewoon meer respect voor elkaar moeten hebben. En wat meer open zijn naar elkaar. En elkaar dingen gewoon vragen. Hele slechte zaak. Hoe moeten we daarmee omgaan als mensen in deze samenleving? Ik denk dat de rechtspraak strenger moet worden. Ik denk van ze waren, als ze volwassen zijn, dat ja, hadden ze eerder moeten aankomen. Ze hadden gedacht eerst populair worden en na jaren nou zeggen. Als ze minderjarig zijn, dan is het heel erg wat het kan gebeuren. Maar volwassen denk ik... Je was er zelf bij. Het moment dat een vrouw problemen ondervindt betreffende seksuele intimidatie, dienen ze meteen werk van te maken, niet na een jaar. Kunnen ze veel meer bewijzen en overtuigen. Nu komen een hoop mensen aangifte doen, terecht. Maar het is wel te lang afgewacht. En niemand verdient dat, geen enkele vrouw. Nee, en ook geen enkele man, hè? Ook niet, ze dienen hun handen thuis te houden. En vrouwen dienen ook geen aanleiding te geven om een positie te verkrijgen. Ik beschuldig niemand, maar ze moeten van allebei de kanten goed bekijken. Ik denk dat er op het moment veel te veel ophef over wordt gemaakt. Waarom? Ik keur het niet goed, ik keur het niet goed. Maar nu is het wel een beetje te gek, vind ik. Vindt u dat omdat dan zo'n bekend televisieprogramma zo... Ja, daar ga ik verder niet op in. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Dat hoeft ook niet? Nee, daarom. Laten we het gewoon hierop bijhouden. Ja? En u, mevrouw? Nou, ik vind dat het inderdaad het televisieprogramma wel heel erg door het slijk gehaald wordt. En ik hoop dat het niet allemaal waar is wat er gezegd is. Ik denk dat een hele hoop vrouwen daar wel mee te maken hebben gehad. Ik zelf ook, maar niet zo heftig als bij The Voice. Ja, ik vind dat het niet kan. En misschien hoort het ook een stukje bij de opvoeding van de jongens. Dat de ouders dat meegeven, van, dat dat echt niet kan. Ja, en verder heb ik er eigenlijk niet zoveel commentaar over. Ik vind het heel erg dat dit gebeurd is, in ieder geval. En in uw eigen geval, waren er anderen in uw omgeving... Die voor u opkwamen of iets zeiden? Ja, maar ik praat wel over jaren terug hoor. Dat is op mijn werk geweest en ik heb daar heel lang over gezwegen. Maar later ben ik daarmee naar mijn baas gegaan, zeg maar. En daar is wel een oplossing voor gekomen, ja. Die nam me wel serieus in ieder geval. Gelukkig. Ja. Heeft u daar zelf in uw leven wel eens mee te maken gehad? Nee, wel geprobeerd, maar ik had... Ik heb met mijn nagels en mijn tanden gevochten. U heeft zich echt fysiek verzet? Fysiek verzet tot de laatste nippertje. Ik had het niet opgegeven. Ja. Dat is wel een hele traumatische gebeurtenis. Ja, ik was een jaar of 16, 17. Maar ik had gevochten. Ik had gevochten tot het einde. En wat deed dat met u? Want u moest dus letterlijk uw belager
van u afslaan? Ik was trots op mezelf dat ik zo sterk kan zijn. Want ik wist niet dat ik zo sterk kan zijn tegen een... Ja, hij was op mijn leeftijd, 18, 19 misschien. Maar ik was zo blij dat ik mijn eigen kan verdedigen. Hoe gingen jullie daarmee om? Want het is toch ook wel een gebeurtenis en een onderwerp wat vaak in de taboesfeer zit, ja, hè? Ja, maar wij praten erover. Kijk, en ik ben iemand in mijn jonge jaren van, wie is het? Ik ga hem zoeken. Maar heb je ook niks aan. Geweld en geweld lost niet op. Nee. Ik praat liever. Kijk, en zulke mensen die dat doen, die zijn ziek. Die moeten hulp zoeken. Maar het zal je kind maar wezen. Die thuis komt papa. Of ze durven niet te praten, maar gevoelsmatig als ouders voel je, er is iets aan de hand. Maar ook taboe, hè? Ja. Dat is gewoon taboe. En nu, vooral nu, in deze rare tijd, zeg ik, ik vind het niet goed. Maar ja, wie ben ik? Wat geeft u uw kinderen mee over dit onderwerp? Ik zal ze, want ze zijn volwassen al. Ik zal ze zeggen van, als het jullie overkomt, ben je volwassen, daar ben je zelf bij. Dan moet je meteen, nou, een schop tussen de benen geven. Sterk genoeg zijn en of anderen gaan vertellen. Niet over 5, 6 jaar, dan gooi je je mond voor altijd. Minderjarigen, die moet altijd aan hun ouders gaan vertellen. Maar ik snap wel, bij minderjarigen ze kloppen dicht, hè. Vanaf jongs af aan praten wij over normen en waarden. En ook over de zedelijke handelingen van mensen buiten ons huis. We waarschuwen ze, let op wat je doet en hoe je met mensen omgaat. Dat is belangrijk. Alles komt vanuit huis. Ja. Snap je? Heel veel wel. Thuis is de opvoedingsbron. Ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen, geef je grens aan, zeg het als je iets niet leuk vindt. Wees gewoon duidelijk, want dan kan je er iets mee. Als je niet duidelijk bent, kun je er niks mee, want die ander weet het dan ook niet. De normen en waarden in algemene zin in dit land, misschien ook in andere landen, is vervaagd. Men zegt, als men tot aan de strot vol zit, denkt men niet meer na. Toen de welvaart goed ging groeien, is veel vervaagd qua opvoeding. Religie, kijk maar, kerken worden gesloopt. Kan niet. Geloof is een opvoedingsmethode. Iedereen moet integreren, we moeten samenleven met elkaar, maar we moeten ook respect hebben voor elkaar, voor een ander. Maar als ik geen respect heb voor mezelf, hoe ga ik een ander respecteren? En wat vindt u van opmerkingen? Dat hoor je nog wel eens, oh, je had wel een heel kort rokje aan. Of je décolleté, je blouseje stond ver open. Je vraagt erom. Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Iedereen heeft zijn eigen... Iedereen mag zelf bepalen wat hij aandoet. Al loopt hij in zijn naki, dan heb je nog niet het recht om een ander aan te raken. Ik denk dat iedereen erbij moet kunnen lopen zoals hij zelf wil. En ik denk dat het wel... Nou, als je nogal bloot gekleed gaat, dan... Weet je, dat mensen ernaar kijken. Dat vind ik dat je dat dan redelijk zelf uitnodigt. Maar... hoe je mensen aanspreekt of hoe je mensen aanraakt of niet aanraakt en op die manier echt serieus met elkaar omgaat, dat zou er niet om moeten veranderen, denk ik. Aan de andere kant zeg ik ook, er zijn ook een groep van mensen die lokken het uit, hè? Ja. Als je dan een mooie vrouw ziet lopen zo, dat, kijk, wij zijn nog mannen, ik kijk hem ook graag naar. Het is normaal, dat zit in de mensheid, zeg ik. Maar als je dan verkeerde dingen gaat doen, ja, dan ben je ziek, dan moet je hulp zoeken. Heeft u een boodschap voor mannen of vrouwen? Of allebei? Ja, allebei. Gedraag je zoals je het eigenlijk hoort. Nou ja, hoort tussen aanhalingstekens, want ja, dat is weer heel moeilijk. Maar blijf van de vrouwen af. Maar vrouwen die iets te veel willen, blijven ook van de mannen af. Helder. Net zo goed. Is aardig voor elkaar. En lief. Heb respect voor elkaar. En blijf van een ander af. Mannen, laat je poten thuis. Vrouwen, wees sterk en geloof in je eigen. Want je kunt veel.